Ik ben Mieta, naast Willem. En we zijn 23 jaar. En we hebben ons ingeschreven voor papa. Ja, we zijn een ex-koppeltje eigenlijk. Hè. Dat is spannend, hè? We zijn nog studenten. Allebei, flink studenten. En wat studeren jullie? Ik studeer elektromechanica in Geel. En ik marketing in Geel. Ik vind het heel mooi aan Willem dat hem heel veel kan geven. Of voor iemand, die doet echt alles voor iemand gelukkig te maken. En die verwacht er zelf niks van terug. Zij, als zij aan iets begint, wil ze dat echt winnen. Of allee, ja, in dit geval winnen. Maar ze is heel gebeten en zal echt keiveel moeite voor doen om haar doel te halen. Ja. Zo heel gebeten, hoe moet ik het zeggen? Ja. Passioneerd. Natuurlijk. Nee, hij is slordig, zou ik zeggen. Nonchalant. Hè? Ja, ik kan zo. Ik ben, ja, dingen te laat komen, zo'n beetje. Zo van die dingen. Ja. Typisch mannelijk. Hè? Maar dan zet je de remmer op. Ja, ja. Ja, zij moet mij dan aansturen. Maar langs de andere kant moet ik bij haar dan zo soms ook zeggen: van, doe even chill, doe even rustig. Want ja. Zij kan zo wat. En dan denk ik van: oh, dat is ook misschien ook een beetje te soms. Ja. Nee. Sowieso niet. Nee. Ik ben al helemaal geen stresskonijn op dat vlak. Ik ben echt meestal van, oh, alles komt goed, altijd. En ja, hij is iets te chill. Oké. Maar, okay. Maar nee, we zijn drama-free, denk ik. Hoop ik. Ik sowieso van Sergio Herman, eigenlijk. Echt, want ja, dat is zo de grote manier van het koken en die kan wel eens streng zijn, maar dat is ook altijd terecht, vind ik. En je moet dat oppakken als opbouwende kritiek om dan de volgende keer beter te proberen te doen. Ja, ja, ook eigenlijk wel Sergio. Maar ik vind dat wel een toffe. Ja, allee, sowieso. Die doet dat goed. Je pakt er zo alles ook van aan, gewoon. Hè. Mm-hmm. Dus. Ik hoop dat. Ja, je kunt niet zeggen dat ik het niet hoop, natuurlijk, maar ik vind wel. Ja, wij zijn een jong koppeltje. Eigenlijk, we hebben geen kok in ons koppel al, dat hebben de meesten wel. Dus het wordt zeker moeilijk. Knokken.